In dit filmpje ga ik laten zien hoe je een landkaart kunt binnenhalen in SketchUp. Linksboven gaan we naar File en zo'n landkaart ga je importeren, zo noemt SketchUp dat. In je eigen mappen zoek je nu de gewenste kaart. En dan moet je even wachten. Vervolgens ga je het punt aangeven waar je wilt dat de landkaart wordt geplaatst. En het handigste is dat om het op het kruispunt van de assen te doen. Je klikt eenmaal. En nu ga je de kaart groter maken. En zo zie je, hier is de landkaart geïmporteerd. In een volgend filmpje leer ik hoe je de kaart kunt bewerken, de dijken omhoog kunt brengen, er huisjes op kunt zetten enzovoorts.